Mijn naam is Jarno Ibarra. Ik ben 28, geboren in Colombia, geadopteerd. Verder ontzettend verkaasd, dus hartstikke Nederlands. En ik ben muzikant. Ik ben 23 jaar oud, ja. Ik vergeet het altijd. Ik speel in een paar bands. Vier speel ik er. En ik denk dat dat wel ongeveer samenpakt op het moment. Ik ben al best wel lang afgestudeerd aan het conservatorium. Daar heb ik jazz gestudeerd. Maar ik doe eigenlijk helemaal niks meer met jazz. Ik heb altijd mijn eigen werk geschreven en ik heb een eigen band onder mijn eigen naam. En ja, ik doe eigenlijk heel veel klusjes en het meeste is wel een beetje om muziek heen gebaseerd. Maar vooral echt het artiestenleven. 23 jaar. Ik ben oud. Ik ben eigenlijk muzikant. Ik kan er nog niet van leven, maar ik ben wel hard op weg om dat te gaan proberen. 23 jaar. Sinds dit jaar studeer ik in Utrecht, Musician 3.0. Dus dat. Ik zou zeggen, gooi een beat die jij voelt, dan speel ik een baslijn die ik voel. Dan is jullie voor mij. Muziek is een fascinerend middel dat mensen in beweging brengt. Fysiek en emotioneel. Even losgaan op het drumstel omdat je hoofd te vol zit. Of zingen over je gevoelens. Samen muziek maken om vervolgens tot verbinding te komen. Voor veel mensen is muziek een uitlaatklep en geeft het vorm aan hun identiteit. Mijn naam is Sylvia. Muziek heeft mij gevormd tot wie ik ben. Als klein meisje kon ik urenlang genieten van het pianospel van mijn opa. Geïnspireerd door zijn eigen nummers en de gezellige sfeer die hij creëerde, startte ik als 6-jarige met pianoles. Gevolgd door zangles, gitaarles, schoolbandjes en diverse trajecten aan verschillende conservatoria. Dat ik me kan uitdrukken door middel van muziek vind ik een groot goed. Het heeft me geholpen om mijn identiteit te vormen. En die was vaak anders dan de meiden uit mijn klas. Ik leer nog steeds over mezelf door muziek te maken. Maar ik wil ook graag begrijpen hoe het voor anderen werkt. In deze documentaire onderzoek ik met Jarno, Diede, Pleun, Koen en Frank de momenten in hun leven waarop muziek maken van cruciaal belang was. Hoe en waarom maakt muziek voor hen het verschil? Ik zat eerst op het internaat. Op de Widdonk was dat. Maar ik ging daar eerst in de weekenden heen. Voor mijn moeder even wat tijd voor zichzelf te geven. En uiteindelijk beviel dat me zo goed dat ik daar ging wonen. Maar in die weekenden nam ik ook mijn gitaar wel eens mee. En toen kregen we een klein beetje les van Levi. Die noemde ik Greyhound Levi. Het leerde mij het blues spelen. Een open stemming en met de slide. En opeens viel alles op zijn plek of zo. Want ik begon opeens ook die rock'n'roll en zo allemaal te snappen. En vanaf dat punt was daar no point of return, zeg maar. Ik ben heel erg vatbaar voor depressies. Er zit een beetje in de familie bij mij. Ik was boos op vooral mezelf. Ik had nergens zin meer in. Ik had echt de klassieke depressie, zeg maar. Bij mij ging het zelfs zover dat ik had zelfmoordneigingen en ik heb het nooit geprobeerd, gelukkig. En ja, dan ga je ook niet gitaar spelen, want dan denk je, ach, heeft toch iedereen last van. En de buren en mijn broertjes en mijn moeder. En die identiteit die je als muzikant hebt, die wordt in één keer in twijfel getrokken. Dat doordat muziek is iets wat je moet kunnen.
Zo voelde ik me toen. En op dat moment kon ik niks. En daardoor ging ik ook geen muziek maken. Dat was de reden, denk ik, dat ik geen muziek heb gemaakt. En als je een gitaar in een koffer laat zitten, dan zie je hem ook niet. Vroeger was ik heel erg verlegen. Maar echt heel erg verlegen. En op het moment dat ik bij de slagwerkgroep eigenlijk melodisch slagwerk ben gaan doen. En de dirigent die gaf mij echt het vertrouwen van dit kan je doen. En daarin heb ik ook wel eens een solo gekregen bijvoorbeeld. Dat ik dacht, dat gaat niet lukken. En dat hij zei van ja, dit gaat je wel lukken. En op het moment dat ik dat heb gedaan. Dus, en dan voor een volle zaal dat stuk bijvoorbeeld heb gespeeld. Heb ik ook wel een heel stuk meer vertrouwen gekregen. En ben ik een heel stuk minder verlegen geworden. Ja, het moedigt aan als je telkens weer een tandje erbij kan krijgen. En telkens weer even ergens lekker vol voor kan gaan. Oei, daar moet ik even over nadenken. Waar heb ik geleerd over mezelf door muziek te maken? Ja, ik heb heel veel moeite met als er mensen bij zijn om los van grappig of blijdschap echt emoties te tonen of zo. Behalve op het podium, want dan op een of andere manier kan ik daar die switch maken omdat ik dat toen heb gezien of zo. Dus ik maak het ook altijd voor mezelf, muziek. Als ik sta te springen en de rollenbollen, dan doe ik dat niet omdat ik een show wil geven. Maar meer omdat ik dat op dat moment voel. En uiteindelijk komt er ook op neer dat ik op het podium ook dus een soort van anders overkom dan ik ben. Alsof er een hulk is of zo, van superveel zelfvertrouwen en daar gewoon voor gaan. En ja, dit is echt een soort therapie voor mij. Ik word wel echt een mannetje op het podium. Maar ik vind dat ook de plek is waar dat mag en waar dat hoort. En dat helpt me ook om dat op de rest van de punten in mijn leven niet te hoeven doen, zeg maar. Dus ja, dat. Ik word wel echt een beetje een overheersertje op het podium, een strijdertje. Ja, lijkt alsof ik pas echt kan vertellen wat vanuit mezelf, zonder dat ik echt een vraag krijg. Maar als ik pas echt naar mezelf kan kijken en zeggen waar ik nou mee zit, alsof ik daar een akkoordenprogressie voor nodig heb omdat die bij dat gevoel past, dan pas komt dat eruit of zo. Dus ik denk uiteindelijk dat ik er alles van heb geleerd van wie ik nou ben, zeg maar. En ook gewoon comfortabel zijn met wie ik nou ben door muziek. Bij mij is eigenlijk mijn hele leven een beetje een rare samenloop van dingen geweest. Want ik kom uit een gezin met een broer die aan één oog blind is. Die is ouder dan ik. En die had altijd best wel veel zorg nodig. En ik was een beetje het andere kind die het allemaal goed moest doen. Ik moet er eigenlijk ook wel iets heel anders belangrijks bij vertellen. Ik voelde best wel veel druk op mezelf om alles perfect te doen. Maar ik vond mezelf eigenlijk nooit echt goed genoeg. Waardoor ik heel hard en heel kritisch voor mezelf werd. En ik vond mezelf te dik. En ik vond mezelf gewoon niet zo goed als andere mensen. En daar ben ik heel erg in doorgeslagen in een eetprobleem. Maar eigenlijk waren het gewoon allemaal onderdrukte gevoelens van mijn jeugd die ik gewoon niet wilde voelen. En ik was gewoon heel onzeker, maar ondertussen stond ik wel op een podium. En dat vond ik allemaal. Ik zag foto's van mezelf terug en ik voelde die druk en ik vond het allemaal niet goed genoeg. En daar ben ik dus best wel diep in geraakt. Dus het podium en het muziekwereldje op zich is ook wel echt een struggle geweest voor mij. Maar ik heb gewoon altijd een bepaalde urgentie gevoeld om muziek te maken. Zelfs op momenten dat ik vanuit onzekerheid bezig was op het podium of wat dan ook. De urgentie was er wel altijd. En iets maken wat echt van jezelf is,
ik denk dat ik dat voor het eerst pas echt zo gevoeld heb toen ik mijn zoon in mijn arm had. Want dan maak je letterlijk iets wat echt van jezelf is. En daar zie je jezelf in terug. En je, ja, het klinkt zweverig, maar je voelt je eigen energie daarin, zeg maar. Dus mijn zoon is daar denk ik juist het ultieme symbool van. You ain't pretty with your little lying eye. You're so ugly in that disguise. Ik kan nu heel goed praten over mijn gevoelens en over depressie en alles. Maar daar heb ik wel echt de hulp van de muziek bij nodig gehad om daar, om over die drempel heen te stappen om erover te kunnen praten. En dat heeft muziek voor mij wel erg veel gedaan. En uiteindelijk heb ik namelijk gezien dat op het moment dat je niet vanuit willen bewijzen en iets nastreven wat je niet bent, als je niet vanuit dat gaat zijn, ook in de muziek, maar vanuit wie je echt bent, dan kom je er pas achter dat je magische dingen kunt. En ik denk dat ik dat heb geleerd in de muziek. Dat zodra ik vanuit mijn kracht ben gaan werken en vanuit vak wat anderen denken, ik ga nu dingen proberen die ik zelf leuk vind om te doen. Ja, dan kom je dus bij die superversie van jezelf terecht. En ik denk dat ik in die zin heb geleerd dat ik gewoon oké ben hoe ik ben. En niet iets hoef na te streven wat ik niet ben. En dat heeft muziek me wel heel erg meegebracht, denk ik. En mijn moeder die zei op een gegeven moment, toen was ik met de hond aan het wandelen, met haar. En toen zei ze op een gegeven moment tegen mij, met tranen in haar ogen van, Diet, je zingt niet meer. En toen moest ik zo hard huilen, omdat ik me toen pas besefte van, wow, ik zing inderdaad niet meer. Want het komt, dat is te veel emotie, weet je wel. Het zat gewoon, ik was gewoon helemaal op slot. Het was gewoon helemaal geblokkeerd. Daarna ben ik eigenlijk in mijn eentje naar Vlieland gegaan. Een paar dagen, want ik moest er gewoon uit. Want ik woonde ook in Amsterdam. En daar zijn gewoon zoveel prikkels en je gaat maar door. En dan kom je in een soort van stroom en dan ga je maar. Zonder eigenlijk na te denken van, hey, hoe voel ik me eigenlijk? Of dat kende ik gewoon niet zo. Toen was ik dus even weg van alles. Toen heb ik mijn telefoon ook heel het weekend uitgezet. En ik dacht, ik ga alleen maar gewoon fietsen en alleen maar doen wat ik wil. Dus ik ging gewoon een soort van, heel therapeutisch was het ook. Gewoon zo van, ik ga gewoon alles doen wanneer ik het wil. En ik ga nu fietsen en ik ga hier links en ik ga hier rechts. En ik weet niet waar ik uitkom, maar ik ben op een eiland. Dus ik kan toch niet soort van eraf vallen. Dus ik blijf altijd wel een beetje gewoon goed gaan. Ik was dus aan het fietsen en gewoon maar aan het afslaan waar ik maar wilde. En op een gegeven moment, dit is namelijk echt een heel groot punt geweest in mijn soort van, gewoon in mijn leven. Er was zeg maar een soort van mist aan het opkomen. En ik was aan het fietsen en het werd steeds witter om me heen. En op een gegeven moment kwam ik op een kruispunt en ik zag zeg maar niks meer. Dus voor me was het helemaal wit en links en rechts van me ook. Toen dacht ik, shit, ik weet niet meer waar ik heen moet. En dat was eigenlijk ook heel erg wat ik gewoon had in mijn leven, weet je wel. Ik wist gewoon niet meer waar ik eigenlijk heen moest. En toen ben ik teruggegaan, toen ben ik teruggereden door het bos heen. Toen zag ik op een gegeven moment rechts van me, zag ik het uitkijkpunt van de vuurtoren van Vlieland. En ik had net die week daarvoor een nummer geschreven wat The Lighthouse heette. En dat ging heel erg over gaan staan voor wie je bent en gaan shinen in je eigen imperfecties. Maar dat was eigenlijk ook een soort van wens voor mezelf, weet je wel. Van, dat merk ik heel erg in mijn muziek. Dat ik gewoon heel veel dingen schrijf wat ik eigenlijk als verlangen heb. Of wat ik wil zeggen tegen mensen omdat ik het zelf zo zwaar heb, soort van. Met mezelf. Of had. Ja, soms nog steeds, maar goed, whatever. En toen zag ik dus die vuurtoren en toen dacht ik van, Jezus, wat voor, hoeveel tekens wil ik hebben, weet je wel? Dus toen heb ik mijn fiets daar neergezet en ben ik daar in het gras gaan zitten en heb ik heel hard gehuild. En toen dacht ik ook van, ja, ik moet nu echt gaan doen wat ik wil. Toen ben ik wel echt gaan luisteren naar wat wil ik maken. Muziek is voor mij altijd wel een soort van weerspiegeling geweest van wie ik ben. En wat ik mijn emoties op een manier eruit laat. En muziek is voor mij wel dat. Het
heb wel heel veel vrienden daar ook leren kennen door muziek. En doordat je elkaar daar ontmoet en gewoon daar met elkaar ook gaat spelen. Ook mensen leren kennen die ik nou eigenlijk mijn vrienden kan noemen, die bijvoorbeeld 10 jaar of 40 jaar ouder zijn. We hadden op de middelbare school hadden we een jongen. En die jongen die woonde bij mij in de buurt. En hij kwam later bij ons op school dan dat ik daar was. En hij kon opeens beatboxen. En in de eerste instantie mocht ik die jongen toen hij bij mij in de straat woonde helemaal niet. Ik vond het een beetje een ettenbakje. Maar toen ik hem dat zag doen, dat was ook mijn eerste live ervaring met beatbox. Ja, toen ben ik dat heel erg gaan veridoliseren. En ik had zoiets van, weet je wat, ik ga die jongen uitdagen voor een battle over een jaar. Ik ga een jaar lang oefenen en dan ga ik hem op een schoolfeest uitdagen. En nou, ik denk dat het daarmee is begonnen om echt competitie op te zoeken met mensen. En daar ben ik nog steeds goed bevriend met die jongen. Daar is het vooral. Ik denk dat het is gewoon van, jij speelt wat jij speelt en dat is super tof. En ik speel wat ik speel en dat, we maken gewoon lekker muziek samen. Ik denk dat ik daarom de beatboxwereld ook zo geweldig vind, omdat heel die kunstvorm valt en staat met battles. Ja, en daar ga ik gewoon heel goed op. Ik ben echt iemand van, wil je battle? Oké, kom maar, we gaan nog een ronde. En ja, ik denk dat in die zin de beatboxwereld met name me wel heel erg gepusht heeft om telkens beter te worden dan dat ik was. En ook gewoon het elkaar gunnen en het heel erg aanmoedigen. Als iemand ergens meer moeite mee heeft, dan is het ook des te gaver als het lukt. Dan is het juist van, wow, super vet wat je aan het doen bent. Ik ben op dit moment, sta ik genoteerd als de op 1 na beste beatboxer van Nederland. Tweevoudig Nederlands kampioen geweest. De regerend Nederlands kampioen, dat is een goede vriend van mij. Dat is een jongen van nu 23. Die was 17 toen ik hem leerde kennen. Die heb ik toen meegenomen in ons team wat we hadden voor het Europese kampioenschap. Nou, ik heb die jongen jarenlang meegenomen in allerlei battles. Nu is hij tweede van de wereld en is hij mij keihard voorbijgerend. En nou, dat is een hele goede vriend van me. En verder het mooie van de beatbox scene is, ik kan nu op een vliegtuig naar China stappen, in Beijing landen en op hun Facebookgroep posten, ik heb een slaapplek nodig. En dan weet ik dat goed komt. Dat is echt een community. Dat komt, beatboxers zijn altijd buitenbeentjes. Want je moet eerst een hele lange tijd door de shit heen, eer dat je goed wordt. En door een omgeving heen die zegt van, ja, wat ben je nou aan het doen? Klinkt nergens naar, want in het begin klinkt het slecht. En elke beatboxer kent dat. Dus als je die mensen op een gegeven moment 2 keer per jaar allemaal op 1 plek stopt bij een evenement, ja, dat creëert een band. En dat gaat verder dan elkaar kunnen verstaan. Dat gaat verder dan waar je woont. En dat maakt die wereld zo geweldig. Dus dat, ja, dat is wel heel bijzonder. En dat die vriendschappen kunnen ontstaan door muziek. Inmiddels ben ik 30 jaar verder in mijn zoektocht naar mijn identiteit. En verwonder ik mij dagelijks over dit fenomeen. Wat maakt je wie je bent? Of wie maakt je wie je bent? Om dat te begrijpen heeft Maaike Kooijmans, lector aan de Fontes Hogeschool Pedagogiek, jarenlang jongeren gevolgd om te ontdekken hoe dat proces verloopt. Zij ontdekte dat identiteitsontwikkeling een proces is dat gaat met vallen en opstaan. Soms heel snel, als een karretje op de achtbaan dat net over zijn kantelpunt heen is en weer een sneltreinvaart doordendert. Die belangrijke momenten blijven je vaak bij. Maar het kan ook onbewust of wat op de achtergrond plaatsvinden. Zoals in een repeterend muziekstuk, een loop, waarin minimale verschuivingen plaatsvinden die op den duur een wereld van verschil vormen. Niet iedereen hoeft mijn beste vriendin te worden, weet je wel. En waarom wil ik dat dan wel, dat iedereen mij leuk vindt of zo? Weet je wel, wat is dat? En daarin heb ik gewoon op een gegeven moment gedacht van, nou, dat hoeft eigenlijk misschien ook gewoon helemaal niet. Weet je wel, ik vind ook niet alle liedjes leuk of iedere band te gek. En daarin ben ik gewoon steeds meer gaan luisteren en gaan staan voor wat ik dan goed genoeg vind. Of wat voor mij gewoon voelt
als waarheid, zodat ik mezelf aan het einde van de dag in de spiegel kan aankijken en denk, oh ja, nu ben ik gewoon bezig met iets wat me aan het hart ligt of zo. Muziek is voor mij een soort van katalysator voor alles wat ik voel. Als ik me verdrietig voel, ik heb ondertussen geleerd, als je je verdrietig voelt, is prima, voel je maar verdrietig. En als ik dat moeilijk vind om toe te laten, ga ik muziek maken. Want ik kan alleen muziek maken vanuit mijn emotie. Dus door dat handvat aan te grijpen, kies ik er dan ook voor om dat verdriet ook te voelen. Hetzelfde met geluk, hetzelfde met het hele emotionele spectrum. Voor mij werkt muziek als een katalysator daarin. Het punt dat het voor mij echt helemaal, zeg maar van, ik ben binnen, ik weet precies wat ik wil, is Spike heeft zo'n band, The Def. Ben ik naar de concert gegaan. Ik mocht ook eigenlijk niet van mijn ouders. Maar was in de Effenaar. En toen begon die band met spelen. Ik begon met een keiharde schreeuw, zeg maar. En dan met tuffen en springen en gitaren gooien. En, voor mij was dat voor het eerst dat ik zag. En dacht zo, oh, nou snap ik waarom dat van mijn moeder niet mag. Maar ik vond dat juist vet. Dus het is een soort van rebellie. En ik denk dat dat altijd is geweest of zo. Omdat ik voor mezelf ook, als ik op het podium sta, dan zet je die frustratie om of zo in iets positiefs. Dus geen remmingen en ga je er gewoon voor op zo'n moment. En dat zag ik toen ook. Kijk, waar een ander dat misschien spannend of eng vindt, is het voor mij juist echt een ontsnapping geweest. En ook de enige plek waar ik het gevoel had dat ik echt mezelf kon zijn. Op het moment dat ik lekker genoeg in mijn vel zat om iets vanuit mijn eigen ik te doen. Dus voor mij was het haast overleving en urgentie om dat wel te doen. Dat niet doen was voor mij lastiger geweest. Een soort van manier om je te uiten. Om agressie te tonen. Maar dan dat het geen negativiteit is, zeg maar. Dus dat het iets gaafs wordt. Dat het in plaats van dat je in een deuren een gat slaat, dat de mensen hebben zo, oh ja, vet, weet je wel, dat je een fuck yeah moment hebt. Nou ja, ik heb dus heel erg moeten leren hoe ik mijn emoties kan uiten in plaats van alles opstapelen en een soort van mezelf daarvoor neer kan sabelen, zeg maar. En daarin ben ik gewoon iets eerlijker, ook als ik iets niet leuk vind. Dus ik moet gewoon alles meteen uiten. Maar ja, het zit ook heel erg in mijn muziek, denk ik wel. Het is een soort van opstand of zo. Van iets maken omdat ik denk dat het moet. Dus zeg maar mijn eerste bandje wat dan jazzy pop was. Want de jazz zat erin. Want ik had natuurlijk conservatorium gedaan. Ik wilde dat al die mensen het wel leuk vonden. Naar een soort van, nee, nu ga ik echt vertellen wie ik ben en wat ik meemaak. En wil ik heel erg het gesprek aangaan met het publiek. En dat hoor je denk ik wel in gewoon mijn carrièreverloop of zo. Dat het steeds eerlijker wordt en steeds dichter bij mezelf komt. En dat ik nu ook denk van, hey, als je het leuk vindt, top, weet je wel, te gek. En als het niet zo is, ook prima. Ik denk dat het van met name in mijn puberteit ook met een stukje veiligheid te maken had voor mezelf. Ik kon mezelf laten zien. Ik kon op het podium staan en het gevoel hebben dat ik in controle was, omdat ik letterlijk boven de mensen stond. En aan de andere kant was er ook een bepaald stukje veiligheid, want je hoeft iemand niet echt dichtbij te laten. Ik vond het veel enger om mijn ware persoonlijkheid aan iemand te laten zien in een gesprek, dan dat ik het vond om op een podium te staan voor 100 mensen die je nooit echt zult spreken. Sinds oktober 2018 maak ik als docent-onderzoeker deel uit van het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst. Binnen het lectoraat doe ik onderzoek naar de pedagogische waarden van spel, sport, kunst en cultuur voor een veerkrachtige identiteitsontwikkeling. Lector Maaike Kooijmans lanceerde tijdens haar lectorale reden in september 2018 haar concept talentologie als een pedagogisch kompas. Talentologie wil tegenwicht bieden aan de huidige prestatiegerichte samenleving en pleit ervoor om meer aandacht te besteden aan de emotiehuishouding en toekomstdromen van onze jeugd door in het alledaagse opvoeden meer het accent te leggen op persoonsvorming en wereldburgerschap in plaats van op meetbare prestaties. Het maken van muziek en samenspelen kan daarin een grote bijdrage leveren. Ik was 18 toen ik op Rock City begon. Dus dan zit je net zo
op dat randje dat je er een beetje uit raakt. Dus toen ik op Rock City begon, was ik echt heel erg nog dat puber die wou laten zien hoe die was. En ik weet niet precies hoe het is, maar in die 3 jaar ben ik wel heel erg veel veranderd. Ik ben vroeger, toen ik puber was, toen was het vooral van kijk eens hoe boos ik ben. En kijk eens wat voor mening ik heb en dat soort dingen. En dat was met kapotte broeken en boos kijken en ik had heel lang haar tot hier. Ja, voor mij gaat dat hand in hand. Dus stel, iemand komt aan in een spijkerbroek en een t-shirt en het past bij de muziek of bij wie hij is, dan zeg ik van, ga ervoor. Ik moest eerst altijd laten zien, ik ben muzikant, ik ben boos, ik heb een mening. Ik ben een punker, kijk eens naar mij. En nu heb ik steeds meer zoiets van, ja, dat zien ze wel als ik op het podium sta. Ik ben wat minder boos naar de buitenwereld. En ik dacht op een gegeven moment van, ja, het is ook wel fijn als je gewoon broeken hebt waarmee je gewoon wel voor de dag kan komen. Sterker nog, ik heb laatst voor de band een hele PowerPoint gemaakt over waarom wij meer glamkleren aan moeten doen. Waarom dat zo goed zou passen bij ons. Dat dat gaaf is. En dan waren ze ook, ja, helemaal cool. Dus we zijn van een soort rebelse jongeren naar... waarvan als je ze ziet, verwacht je dat ze die muziek maken. Zijn we eigenlijk in pak gaan spelen. Het zijn wel twee uitersten. En ik denk dat die beslissing om dat te doen heeft voor mij ook weer veranderd hoe ik me in mijn dagelijks leven kleed. Dat ik dacht van, oh, ik hoef eigenlijk helemaal niet eruit te zien als een punker om die muziek te maken. Dus mijn moeder vertelde dat toen ze mij voor het eerst hier op Rock City zag spelen. Zei ze, was zo gek. Toen jij in groep 6 voor de kerstmusical 2 zinnen voor moest lezen, toen moest je bijna huilen. Ik ben al sinds groep 7 ben ik 1,88 meter, 1,90 meter. Dus dan ben je 12. Dus dan ben je vrij groot. Dus ik ben me altijd heel erg op gepest ook, dat ik heel erg lang was. En dan sta je in één keer op het podium en dan ben je toch in één keer een hele grote gast die daar staat. En dan heb je in één keer een uitstraling, want mensen filmen je, mensen maken foto's, dus ik zie het zelf ook terug. Dus het maken van muziek heeft mijn zelfverzekerdheid niet per se vergroot. Het op het podium staan en toch voor 200-300 man en misschien wel meer je ding doen, daar heeft er wel voor gezorgd dat ik niet meer onzeker ben over wie ik ben. Ik ben nog steeds wel bezig met wie ik ben en blijf altijd over nadenken. Maar het is niet meer dat ik onzeker ben. En daar heeft op het podium staan en het spelen en dat heeft daar zeker wel bij geholpen, ja. In de talentologie spreken we over een backstage en frontstage. We zijn niet alleen een buitenkant, maar hebben ook een binnenwereld. Om onze binnenwereld te ontdekken is het belangrijk om niet alleen op de set, maar ook achter de coulissen te kijken. Daar spelen zich allerlei emoties en aspiraties af die invloed hebben op onze buitenkant, onze gedragingen en de relaties die we aangaan. Zolang backstage en frontstage zich goed tot elkaar verhouden, lijkt er sprake te zijn van balans. Maar er zijn ook allerlei situaties denkbaar waardoor backstage en frontstage tijdelijk uit balans raken. Deze ervaringen kunnen ons beïnvloeden, in positieve of in negatieve zin. Zo kan een emotionele ervaring zorgen voor verwarring, maar ook voor een mooie toekomstdroom die je doet verwonderen. Het ideale droombeeld is Glastonbury en dan daar op het podium staan. En dus die dromen die zijn nog altijd. En als ik realistisch ben, dan denk ik dat Glastonbury over 5 jaar hoog gegrepen is, maar Lowlands moet wel lukken. Ik heb nog geen specifieke setting of zo in mijn hoofd. Ik hoop dat ik over 5 jaar een leuk baantje heb waar ik tevreden heen ga, zonder tegenzin. Nee, dat blijven spelen in bandjes, in mijn band eigenlijk. Blijven ontwikkelen als mens vooral. En ja, in de muziek bezig zijn. Waar ik eerst veel meer dacht van nee, dat wordt gewoon een baan, want je moet dit en je moet dit en je moet dit. Daarin denk ik wel van, oh ja, je hebt gewoon wel een keuze om echt bezig te zijn met wat je leuk vindt, op welke manier dan ook. Ik hoop dat ik dan vaak in een busje zit, maar wel op ergens in een mooie playlist op Spotify of op een mooie plaat sta. En gewoon lekker door kan gaan met de avonturen met mijn vrienden, met mijn maten.
ja. De rest hoort er denk ik bij de beetje de struggles en alles. Ja. Anders heb je ook weinig om over te zingen, denk ik. Jarno, Frank, Koen, Pleun en Diede zijn mooie voorbeelden als het gaat over de pedagogische waarde van muziek. Het vormt hen tot wie ze zijn en helpt ze een uitweg te vinden in de tijd dat zij struggelen met zichzelf. Het stimuleert ze om hun oren, ogen en hart te openen en in sneltreinvaart na het toppunt van de achtbaan verder te gaan. De verschuivingen in hun emoties, toekomstdromen, gedrag en relaties zijn op het moment zelf misschien niet altijd zichtbaar, maar vinden, net als een loop, gestaag en repeterend plaats. Als ik het voor het zeggen zou hebben in de muziekindustrie, dat gaat heel gek klinken uit mijn mond, omdat ik het zelf ook gedaan heb. Maar alle tv-talentenjachten zou ik in één keer afschaffen. Het kan gewoon niet. We krijgen er zogenaamd elk jaar 15 professionele muzikanten bij. Dat gaat gewoon niet. Het land is er te klein voor. Ik denk dat we weer terug moeten naar authentieke acts. Gewoon ook jarenlang zwoegen en zweten voor je plekje op het podium. En ik denk dat dat veel gezonder is voor alles en iedereen. Ja, ik zou echt, echt zeggen van ga het gewoon doen. Ga het gewoon in ieder geval proberen, maar doe het echt. Je kan die gitaar wegstoppen in een koffer. Is staat eigenlijk een heel mooi symbool voor je gevoelens wegstoppen. En ik denk dat ik daar toch maar eens een keer mee moet stoppen, zeg maar. Dat moet wel een keer klaar zijn. Het kan gewoon. En je wordt er echt zoveel gelukkiger van als je wel doet wat je diep in je hart al wel weet. Ja. Struggles kunnen brandstof zijn voor je passie. Als je er maar goed mee weet om te gaan. Een beetje boeddhistisch of zo, maar een beetje yin-yang verhaal, zeg maar. Dat als de kaars brandt en je ervaart schaduw, betekent dat dat er ergens anders licht brandt. En dat die dus, maar soms moet je daar werk voor in stoppen. Dus dat is mijn ervaring, weet je wel. Ik ben geen Gandhi, maar dat is hoe ik het heb ervaren. Ik geloof gewoon heel erg in dat er, als je echt iets doet wat jij wil maken en wat van jou is, dan is daar een plek voor. Ga iets maken wat alleen van jou is. Want daar ga je jezelf beter door leren kennen. Maar het is jouw tijd om eigenlijk te onderzoeken van wow, dit zijn allemaal dingen die kunnen. En wat vind jij vet, weet je wel? En daar open in staan en dat gaan doen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want er zijn al zoveel mensen, maar er is maar één. Jij.